Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Eline van Eline94. Die intro maak ik normaal nooit. Heel wat raar. Ik zie dat mijn kaarsje uit is. Ik zag het op camera, maar hij is uit. Jammer. Vandaag heb ik een hele speciale video voor jullie. Het is namelijk of het eind van het jaar of begin van het nieuwe jaar. En ik wil graag met jullie mijn palettes delen die in 2020 op mijn pad zijn gekomen. Maar ik wil het al even zo noemen. Ik neem dit op iets voor dat het einde van de maand is. Kerst moet nog komen, maar ik verwacht niet dat ik nog een oogschaduwpalet of zo met kerst ga krijgen. Mijn planning staat nou ook even nog niks. Ik wil deze maand niks meer kopen zelf. Dus ik ga dan meteen beginnen met de palettes die ik ook nog niet heb aangeraakt. Oké, het is niet helemaal waar. Twee palettes daarvan. Twee palettes wel, want die heb ik geswatcht. Ik ga beginnen met mijn nieuwste aanwinst. En dat is de Too Faced Pumpkin Spice Palette. En ik hou van Pumpkin Spice. Pumpkin Spice. Ja, pumpkins. I love pumpkin. En dit is de Pumpkin Spice Palette. Ik wil hier komend jaar wel echt meer mee gaan spelen. Ik denk dat ik hier misschien wel een palet bingo van ga maken in januari. Maar het zijn hele mooie kleuren. En ik denk dat ik hier heel veel kant mee op kan. Ik wil deze ook een keer in een palet roulette gaan stoppen. Ik weet nog niet wanneer. Maar dat zien we dan wel. Misschien pas in oktober of september. Dan heb ik nog een palet wat ik nog niet op foto's heb staan. En deze heb ik gekocht met Black Friday. Dit is het palet van Nikki. Dit is het palet van Nikki in combinatie met Beauty Bay. Het plasticje zit er nog tussen. En dat is dit palet. Jullie hebben hem vast wel vaker gezien op YouTube. Dan wel niet bij Nikki. Het zijn echt mega grote pens. Het is echt niet normaal. Ik had echt verwacht dat ze veel kleiner zouden zijn. En dit vind ik echt zo'n leuk palet om mee te experimenteren. Daar wil ik ook nog een look mee gaan opnemen. Of een palet bingo. Of een palet roulette. Ik weet het nog niet. Maar ik ga hier eerst swatches van maken. En foto, video dingen voor in de video. Dan een bruggetje naar iets wat ik op dit moment nog niet heb geswatcht. Maar waar ik net een intro van een palet roulette mee heb opgenomen. En dus dadelijk ga swatchen. Die video heb ik letterlijk net opgenomen. Ik weet niet in welke volgorde deze video's online komen. Maar dan weet je dat. Dit is het Anastasia Beverly Hills Sultry palet. Ik heb goed geoefend, hè. En deze zit dus in mijn palet bingo voor... palet roulette voor januari. En ik ben heel benieuwd hoe de kleuren zijn. Ik heb ze dus nog niet geswatcht. Op het moment dat je dit ziet wel. Die zat in dit schattige doosje. Ook een Black Friday deal. Maar ik weet ook niet waarom ik dit hier heb laten liggen. Ik wil binnenkort ook nog een declutter opnemen. Dus waarschijnlijk dat ik dacht even alles opruimen. Ik vind het ladekastje trouwens echt super schattig. Dus die ga ik ook zeker voor andere doeleinden gebruiken. En dan krijg ik dit er natuurlijk niet uit. Oh, dat moet ook altijd in video's gebeuren bij mij, hè? Dan heb ik nog een paletje wat ik net een beetje was vergeten. Wat jullie ook al in de video hebben gezien. Maar ik nog niet heb geswatcht. Slash low swatched in de video. Maar ik heb aangeraakt verder. Het Nabla paletje. Wat in de Steltone box van december zat. Een heel mooi palet. Wat ik echt wil gaan gebruiken voor de feestdagen ook. Dus zit op dit moment in mijn everyday bakje. Nog een palet. Wat ook alweer ergens anders bij ligt. Maar dat komt ook omdat ik nog niet zo goed weet wat ik daarmee wil. De andere twee paletten die ik daar kan noemen weet ik het wel mee. Dit is het Sugar Cookie palet. Het Sugar and Spice Only You. Het Only You Sugar and Spice Eyeshadow Palette uit de Sugar Cookie lijn van. Of Sweet as a Cookie lijn van Essie. En dus van Only You. Dit is het palet. Op de afbeelding zag je er veel groter uit. En ik dacht dat dit gewoon een normaal palet was. Maar het is een soort van karton. En het voelt super cheap aan. Want hier is het ook al gaan buigen. De pens zijn daarentegen dan weer heel klein. En ik vind het gewoon niet zo goed. Ik weet niet goed wat ik hiermee moet. En het is limited edition, dus misschien dat het ook gewoon al uitverkocht is. En ik weet het niet. Het was een beetje een impuls aankoop. Black Friday doet soms een beetje wonderen met je of zo. Twee paletten die ik al wel heb geswatcht, maar waar ik even mee wacht om die op te nemen. Omdat op dit moment we in de lockdown zitten. En het zijn twee paletten van de Action. En ik wil daar even mee wachten. Omdat ik denk, ja, ik weet niet of ze nog te koop zijn. Maar ook omdat ik denk van ja, als dadelijk de winkels weer open mogen, dan komt de video wel online. Dus ik denk dat ik er... tegen de 19e wel een look van maak. Als eerst, jullie hebben kunnen zien in mijn Action Shopper trouwens. Het Casino Queen Eyeshadow Palette. Super grappig. Dus met een roulette tafel. En dit zijn de kleuren. En dan als tweede het Bloom Eyeshadow Palette. Deze is van Max & More. En deze is van... ik weet niet van welk merk dit palet is. Maar dit is dus het Bloom palet. En hier heb ik ook al swatches van gemaakt. En dit is het palet. Ik vind het er echt heel mooi uitzien. Heel veel kanten mee op kunnen. En ik vind het ook echt een lekker palet voor dadelijk februari, maart, april. Een beetje zo begin lente. Oh, ik zie nog iets van de Action. Wat ik ook niet heb getest. Maar wat ik wel onder palet vind vallen. En dat is ook een paletje van de adventkalender. En dat is deze. Echt een paletje. Het is een quattro.
Maar die ziet er zo klein uit. Hier weet ik ook niet zo goed wat ik ermee wil. Ik wil hem nog wel een keer gaan testen. Voordat ik die kleur op ga nemen. Omdat ik gewoon wil weten of ik deze weg wil doen of niet weg wil doen. Dan heb ik een paletje wat ik al in een video heb gebruikt. In de eerste indruk kerstlook. Dit is namelijk het Too Faced Gingerbread Spice mini paletje. Met hele mooie, best wel felle kerstkleuren. Ik weet nog niet zo goed of ik hier met kerst iets mee ga doen. Ik vind ook wel sommige kleuren wel een beetje passen bij Nabla. Dus ja, een leuk uitdagend paletje. Ja, nu gaat het komen. Ik heb namelijk een paletje wat jullie al in mijn Pandora's eyeshadows hebben kunnen zien. Wat waarschijnlijk gekleurd gaat worden. Het valt echt helemaal uit elkaar. Ik heb het ook in mijn laatste, niet laatste, want er komt waarschijnlijk nog een tussenin. Of die komt hier online. Maar in mijn everyday bakje opruim video tussendoor gezegd. Dit paletje, Days Like This van Kruidvat. Kleur 2 zat natuurlijk in mijn, Pandora's eyeshadows. Er zit een flinke dip in. Ik denk dat de relatie wel over is. Dus hier moet ik nog wel iets mee, want die wil ik namelijk wel in mijn Pandora's eyeshadows update benoemen. Maar I think it's over now. Dan hebben we de laatste paar. Oh mijn god. Ik heb een witte joggingbroek en daar zit nou een bruine oogschaduwvlek op. Kan die weer meteen in de was. Dit is trouwens ook wit. Dan heb ik namelijk hier een bakje gemaakt met oogschaduwpaletjes. Een palet wat jullie ook wel bekend is, is het Disney Masquerade palet. Bij mijn beleving heb ik deze dit jaar gekocht. Deze zat de laatste keer in mijn palet roulette van december dus. Dus dit palet heb ik ook best wel veel gebruikt. Oh ja, en hij zit nog voor Damsel in mijn Pandora's eyeshadows. Bijna vergeten. Ik had gehoopt dat dit alles zou zijn, maar toen ging er toch ergens nog iets mis. Voordat ik dadelijk nog iets ben vergeten, kijk even omheen. Ik ga beginnen met gewoon het eerste wat ik tegenkom. En dat is dit Mulan palet. Hebben jullie ook al kunnen zien in de video. Ik heb hier volgens mij geen swatches van gemaakt. Ik wil deze in mijn palet bingo van januari gaan stoppen. En ik vind het gewoon hele mooie kleuren. En ik heb hier een paar keer mee geëxperimenteerd, gewoon in mijn everyday bakje. Ik was ook niet zo goed dat ik een keer een video van moest opnemen, omdat dit nogal varieert met wanneer het wel in stok was en wanneer niet. Maar ja, gewoon een heel mooi palet. Dus die wil ik in mijn januari palet bingo gaan stoppen. Dat heb ik volgens mij echt al bij 3 paletten gezegd. In ieder geval heb ik hier ook een look mee opgenomen. Dit is het eerste paletje wat ik in de Steltone box kreeg van oktober, geloof ik. Het mooie Halloween paletje. Ja, I love it. Dit paletje, hierdoor heb ik echt de herfstkleur ontdekt. Het is voor mijn doen echt een heftig palet. Maar ik heb in oktober zoveel gebruikt. Ik kreeg hem dan in september. Maar in ieder geval, deze vind ik top. En ik ga ook zeker dit najaar weer meer gebruiken. Dit palet, dat doe ik in mijn declutter dadelijk voor. Want dit was een beetje de tegenvaller. Ik heb volgens mij ook al een palet weggedaan. Maar ik was hem eerlijk gezegd soort van vergeten. Ik wist wel dat ik hem had, maar niet meer wat hij er precies uitzag. Ik weet niet, ik word er gewoon niet zo warm of koud van. Ik vind het een beetje saai of zo. Ik weet niet zo goed. Deze kleuren zijn echt heel gaaf die eruit springen, zeg maar. Maar die kwaliteit is gewoon echt. Dus ik hoop dat ik hier iemand anders blending kan maken. Maar ik ga nu niet die kleuren. Dat is in een andere video. Maar ja. Dan ga ik maar gewoon verder met Essence en Catrice Limited Editions. Dat zijn er namelijk 3. En dan ga ik nadenken. Nee, ik heb geen nieuwe limited edition gekocht. Het zijn alle 3 van de lente, want toen had Essence en Catrice hele leuke limitations. Deze van Mini is zoals je ziet nog niet gebruikt. Het plasticje zit er nog op. Zegt dat genoeg? I don't know. Deze heb ik toen in een look gebruikt, maar ik weet niet of die online is gekomen. En die vind ik wel heel mooi, maar ik vind van mezelf dat ik hem nog niet echt heel veel mag gebruiken. Waarom niet? I don't know. Ik overzie het gewoon even niet meer op alle paletten die ik dit jaar heb aangeschaft. En deze is van Essence uit de Bloom Bloom collectie. Bloom Bloom Bloom. Echt een heel gaaf pop-off color palet voor in de lente. Dan nog een palet wat jullie al in een video hebben kunnen zien. Namelijk het Frozen 2 Anna palet. Heb ik in de video gebruikt. Het zijn wel echt najaarskleuren. Volgens mij heb ik die in september opgenomen. Maar ik laat hem weer even met rust tot ik denk februari. Januari is het dadelijk. Februari, maart. Komt gewoon omdat ik gewoon even wil focussen op mijn Pandora's eyeshadows. En op de paletten die ik in januari wil ik echt soort van even een restart gaan maken. Dan heb ik nog een palet wat ik in de zomer echt super veel heb gebruikt. En ik denk dat dit jaar wel echt het jaar is waarin ik heb leren experimenteren met bepaalde kleuren. Ik stond dus heel even op de tijd te letten, want ik heb daar nog een afspraak. Maar dit is de Too Faced Sparkling Pineapple Eyeshadow. Ik dacht echt, oh geel, boom. Maar dat was niet. Want het zijn best wel nude kleuren met dan een pop-off shimmer geel. Die ik, zoals je ziet, best veel gebruikt. Deze lijkt heel groen zo in de camera. Maar dit is een beetje een metallic blauw, paars, groenig, duo groen kleurtje.
En die vond ik dus best wel moeilijk, want ik dacht dus inderdaad dat het in groen was. Maar ik zit nou te denken, deze kan ik best wel met Mama Odie dan combineren. Als die lijkt daar best wel wat op. Dit is een mooie champagne kleur. Dit is een mooie roze shimmerkleur, een simpele basiskleur, een transitiebruin en een donkerbruin. Het is best wel een paletje waar je veel kanten mee op kan. En dan heb ik nog twee paletjes die ik niet heb gebruikt. Ik weet niet, deze zijn gewoon hierin gekomen. Niet per se, omdat ze in een andere zaten. Ik ga hier ook geen shots meer van maken. Dit palet heb ik gekocht op iHerb. Het is het L'Oreal Paradise Enchanted palet. Scented eyeshadows. Zou persikachtig moeten ruiken, is heel ver weg. Ik wou hier eigenlijk een vergelijkingsvideo mee maken met mijn Sweet Peach palet. Maar ik kwam erachter dat de kleuren niet echt op elkaar lijken. Het zijn best wel kleine pens, dus ik ben benieuwd. Ik ga natuurlijk dadelijk in na mijn decolorvideo mijn hele lijst updaten. En ja, voor mijn Pandora's eyeshadows. Dus die video die gaat een beetje rommelig worden, denk ik. Maar ik ben dus heel benieuwd naar deze kleuren. En die ga ik in de lente denk ik veel gebruiken. Ik hoop ook dat die een keer in een palet roulette of een palet bingo komt. Dan heb ik een paletje voor de zomer. Ik kocht deze best wel laat. Ik had het wel in mijn hoofd voor de zomer. Het is het Anna Honey palet van Colourpop. Ik heb toen in het najaar zoveel genoten van oranje kleuren dat ik dacht ik wil meer geel. Ik ben nu dus helemaal into de goud. Dus eigenlijk zou deze daar ook wel perfect bij passen. En als die een keer in een palet of in een Pandora's eyeshadow zou komen dan zou ik het wel gebruiken. Maar ik wil deze ook een keer in een palet bingo gaan gebruiken in de zomer. En dan ga ik niet flauw doen om 5 kleuren hiervan te doen. Maar wel 2 of 3. En Palooza is wel weer zo'n kleur die ik niet ga gebruiken op mijn ogen. Want dat is weer zo'n shimmer glitter. Echte creamy glitter kleur. Ik vind het zo'n mooi paletje. Echt, ik hou ervan. Dus ja, dit waren alle palettes die ik in 2020 heb aangeschaft. Ik heb bij Sarah Rose een hele leuke video gezien die ik komend jaar wil gaan toepassen. Het zijn namelijk je palettes renken die dus ik nog getest heb in 2021. Dus daar horen ook mijn palettes bij die ik dit jaar heb gekocht. Maar daar zou ik dan wel een side note van maken. Maar ze had ze dus allemaal gerankt in hoe fijn ze vond. En ik vind het heel moeilijk om bij deze te doen. Omdat er dus een aantal palettes bij zitten die ik gewoon nog niet heb gebruikt. Of te weinig heb gebruikt. En ik wil dus komend jaar wel echt optimaal gebruik gaan maken van de palettes die ik heb. Dus ja, dat was het. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En tot ziens. Bye!